en welkom bij deze nieuwe vlog. We gaan vandaag een Shetlander shopvlog maken, want zoals je in de vorige video hebt gezien, hebben wij een Shetlander gekocht. En niet zomaar eentje, namelijk Nirvana. Wel begint deze vlog met een beetje verdrietig nieuws, want Nirvana zou natuurlijk vandaag gescand worden of ze drachtig was en helaas bleek ze leeg te zijn. Wel had ze een ei van 4 centimeter en de dierenarts zei ook dat het een mooi ei was. Dus de fokker gaat nu proberen om haar nog een keer te dekken met een andere hengst. En die hengst is Fireball, daar zal ik even een foto van laten zien. Dus we gaan allemaal even duimen dat het deze keer wel lukt, dat Fireball gewoon raak schiet en dat Nirvana daar wel drachtig van is. Dus ja, maar we zijn nou bij de Applejack, dus we gaan snel naar binnen. Oké, Dwayne, wat gaan we niet kopen? Voor onszelf iets. En geen? Kleren. En geen? Kleren. Dekjes. Vooral geen kleren en vooral geen dekjes. Die hebben we niet nodig. Applejack. Ah. Ja, keuzekorting. En mislukt. Maar het is wel een heel leuk t-shirt. Twee. We zijn eigenlijk 3 seconden in de winkel. Oeps. We hebben nodig een poetskoffer. Ja, de roze. Of een poetstas kan ook. Stinken. Ja. En zo'n Imperial Riding koffer voor een chatty is ook weer zo wat gelijk. Maar kijk nou naar dit. Oh. Het eerste wat we hebben gehaald bij de Applejack is dit poetskoffertje. En het is gewoon een heel simpel poetskoffertje eigenlijk. Dan hebben we een Shetty holster. Deze is goud, of ja, goudgeel met zwart. Dat past natuurlijk heel goed bij het Nirvana logo. En ik denk dat het geel een beetje de kleur wordt van haar. En daarbij hebben we dan ook een nieuw halstertouw, wat fijner is. Wij vinden het namelijk heel vervelend. Je hebt tegenwoordig heel vaak van die halstertouwen die wat rekbaar zijn, zeg maar. En deze, daar zit eigenlijk niet zoveel rek op. Dus dan heb je niet zo'n elastiek effect als je paard trekt. Dus worden steeds minder gemaakt en dat vind ik wel heel zonde. Ze zijn ook vaak duurder, maar wel van degelijkere kwaliteit. Dan hebben we een tralateerschaar en deze is ook gewoon handig voor Valentijn, want daarbij gebruikt hij gewoon een huistuin- en keukenschaar. Deze knipt wat scherper, gewoon voor de staart om er zoveel tijd bij te knippen. Dan hebben we een chatje borstels. Dan hebben we een chat, dat kan ik niet meer zeggen. Dan een set Magic Brush borstels en daarvan is de middelste dan zo'n soft brush. Ik vind deze heel erg fijn om bij Valentijn te gebruiken, dus die zullen bij de chat eigenlijk ook heel erg van pas komen. En dan als laatste zwarte elastiekjes, want Nirvana heeft natuurlijk de meeste zwarte manen en we willen ze graag lang houden, dus dat wordt veelal invlechten. En we zijn bij Equidro. Dit is zo lief. Maar nog allemaal niet nodig natuurlijk. Lief. Nou, bij de Equidroom zijn we ook geslaagd. En het volgende wat we hebben is manenspray. Met van die stomme spuitdingen die iedere keer kapot gaan. Dan een vlechthulp. Ik vind deze bij Valentijn ook echt super fijn als we gaan vlechten. Dus ik dacht, dan haalde ook eentje voor Nirvana. Een knalroze hoefkrabber. Een lichtroze manenkam. In diezelfde kleur een roskam. Een harde borstel. Een zachte borstel. En een zweetmes. The next day. Zo, het is alweer de volgende dag en we zijn bij Valentijn op stal. Het laatste wat we gisteren hebben gehaald is lijnzaadolie. Want die was natuurlijk al lang op. Dus kan Valentijn ook weer vooruit. Nou, deze shoplog was een beetje kort. Want ik heb niet zoveel gefilmd in de Applejack en ook niet in de Equidroom. Dus ik dacht, laat ik nog wat online shopping erbij plakken. Want dat is ook iets wat nog moet gebeuren. Want er waren nog een aantal dingetjes die we niet in de winkel konden vinden. Dus wat ik meteen heb gekocht, zeg maar, nadat ik hem niet in de winkel zag, was deze gele emmer van Kerbel. Valentijn voeren we met deze rode, volgens mij. En ik dacht van, oh, het is wel leuk als we voor Nirvana dan een gele emmer hebben. Dus die heb ik besteld en die is al onderweg.
Alleen volgens mij is de rode emmer iets kleiner dan de gele emmer. Maar als het goed is, moet ze er gewoon bij het voer kunnen en zo. Dus ja, dat is de eerste dat ik had besteld. Dan iets wat ik heel graag wil bestellen, maar wat eigenlijk niet zo goed gaat zonder dat ik Nirvana hier heb en er hoofd op kan meten, is een kaptoom van Bai Baukje. En ik heb van Bai Baukje al eerder een fotografiehalster gekocht voor Valentijn. Deze heeft ze toen ook extra groot gemaakt, omdat Valentijn echt een XL hoofd heeft. En ik was bij dit kaptoom heel erg aan twijfelen tussen mini en pony. Want ik weet nog natuurlijk niet zo goed wat voor maat hoofd dat ze heeft. Het is ook lastig te zien op de foto, want ze heeft meer voorpluk dan hoofd. Dus ja, ik wist niet zo goed welke maat ik moest hebben. Dus ik had haar een berichtje. Nee. Dus ja, ik wist niet zo goed welke maat ik moest hebben. Dus ik had Baukje een berichtje gestuurd op Instagram. En zij wist het ook niet zo goed. En zei van, het beste kun je even het hoofdje opmeten en dan mij de maten doorsturen. Maar ja, Nirvana is nog bij de fokker, dus ik kan nou niet makkelijk haar hoofd opmeten. Dus ja, dit ga ik meteen bestellen als we dan Nirvana hier hebben. En dan had ik op mijn Instagram een poll gedaan met welke kleur het moest zijn. En het wordt dus deze gele kleur ook weer. Dus voor de kaptoom hartstikke leuk. De kaptoom die is dus gemaakt van biotane. En dat betekent dat je hem gewoon na gebruik in een emmer soep hoeft te doen. Je hoeft niet meer met leerspul en zo eraan te werken. Dus dat is heel erg fijn. Dan het volgende wat ik wilde bestellen is Pippa zeep. Ik wil het nog steeds heel graag uitproberen. Maar we hadden echt nog superveel shampoo en zeep voor Valentijn. Dus ja, ik ben er iedere keer niet aan toegekomen om het uit te proberen. Maar ik wil dus de poppy seed en lime uitproberen. Want Valentijn vindt het heerlijk als je hem zeg maar invrijft met shampoo. Dus ik denk met zijn zakje eromheen dan kriebelt dat ook nog extra. En dan vindt hij helemaal top. En Valentijn is natuurlijk... Valentijn is natuurlijk grotendeels wit en zeker ook zijn staart en manen zijn wit. Dus ik wilde kijken of het hiermee dus ook witter wordt. En ik wil ook uit gaan proberen of ik dus een stukje zeep kan afsnijden en die in de ponyjet kan doen. Dus om te kijken of dat ook zou kunnen werken. En het laatste wat ik heel graag wil bestellen is deze halterset van Le Mieux. Want ja, hij is ook geel en dan met blauw zeg maar. Ik vond een gele kleur wel heel schattig voor Nirvana. En ja, ik vind bij Valentijn vind ik deze halster echt ideaal. Omdat ze hierboven dat zachte stukje hebben. En bij de neus is ook zacht. En ja, dat vond ik leuk om gewoon te hebben. En dat is echt totaal geen necessity. Want we hebben nou een halstertje voor haar. Maar ik dacht, ik vond hem nog net op deze website. En deze kleur is een limited edition. En hij gaat eruit. Dus ik dacht van, dan maar wat weer op Vinted verkopen. En kijk, dat ik dan van dat geld dit schattige gele halstertje ook nog haal voor Nirvana. Dan hebben we ook een beetje een keuze om uit te proberen. Dan heb ik ook al een beetje gekeken naar mentuigen en zo. Want ja, het heeft nou nog geen zin om dat voor haar te kopen. Maar ik heb wel natuurlijk al gekeken van, wat zou eventueel leuk zijn voor haar. Ja, dus ik was op Mini Horse Shop aan het kijken voor mentuigen. Maar ik denk toch misschien iets dat we dat beter kunnen laten opmeten of passen, zeg maar. Want ja, ik weet natuurlijk niet wat voor maat je dan nodig hebt. En dan moet je natuurlijk eigenlijk de pony ook al hebben om te kijken wat je allemaal kan doen. En het lijkt me trouwens ook heel fijn om dus een mentuig in biotane te hebben. Dus dat je niet de hele tijd het leer zeg maar moet poetsen en schoonmaken en wassen en met speciaal spul allemaal. Maar dan kan je het gewoon in een emmer zeepsel gooien en dat is goed. En ik weet dat een winkel hier in de buurt, die zou inderdaad biotane mensetten ook verkopen. Dus ja, dat is op zich wel misschien een fijnere optie. Ik had ook gekeken naar hoofdstelletjes. Maar ik vond dat heel veel hoofdstellen, vooral voor Shetlanders, zeg maar, die hadden of met zo'n sperriem eraan, of dan een lage neusriem. En ik had één bitloos hoofdstel gevonden. Maar ik weet niet of bitloos dan echt een ding wordt. Maar ik moet even kijken dat ik eentje vind die ja, ook dat anatomische heeft. Wat ik bij Valentijn ook heel fijn vind. Maar dan ook een hoge neusriem. En dan... ja, misschien kan ik ook gewoon eentje vinden die dat wel heeft. Of zo'n sperriem. En dan dat ik gewoon dit riempje, want dat kan je vaak gewoon eraf halen. En dan laat ik die gewoon eraf. Maar ja, inderdaad, ik wil gewoon, denk ik, een basis simpel hoofdstelletje hebben. Maar ja, dat kunnen we ook natuurlijk pas kopen als ze hier is. En als we het echt nodig hebben. Want het is voor nu natuurlijk allemaal nog niet nodig. Maar ja, het is wel heel leuk om van net te kijken en allemaal uit te gaan zoeken. Van, wat wil ik hebben? Wat vind ik leuk? Dus ja... dat is misschien de valkuil van het hebben van een nieuw paard. Dan denk je, ik heb niet zoveel nodig. En dan ga je stiekem toch allemaal dingen kopen. Gewoon omdat het leuk is.
Ja, ik was ook nog aan het denken. Je hebt van die, ik weet niet of het een zweetdeken is. Maar, oh nee, dat is geen zweetdeken. Het is zo'n soort van halsdeken die je dan om kan doen. Zodat de manen beschermd blijven. En dat leek me een hele goede voor als ze op de trailer gaat naar de keuring. En dan doe je zo'n, ja, zo'n manensok zeg maar om. En dan ja, is al je harde poetswerk en zo is dan niet voor niks geweest als ze ja, gaat schuren of ze jeuk heeft in de trailer. Oh, maar ik weet niet hoe zo'n ding heet. En ik weet ook niet of ze die dus hebben voor zulke kleine ponies. Ik denk ook nog dat ik een vliegenmasker wil gaan halen voor haar. Maar ik ga eerst even kijken of ze dat nodig heeft. En of ze heel veel last heeft van vliegjes. Ik moet voor Valentijn ook een tweede bestellen. Want hij heeft nog wel die eerste die hij nou heeft. Maar hij is redelijk kapot aan het gaan. En ik wil natuurlijk niet dat hij dadelijk zonder kan komt te zitten. En dat je hem dan niet kunt bestellen. Maar zoals ik al hier op de website zie is hij ook ja, niet meer in een XL. En ik gok dat Nirvana dan een XS nodig zal hebben. Maar ja, nogmaals, ik moet echt eerst haar hoofd opmeten voordat ik dit soort dingen allemaal kan bestellen. En natuurlijk ook of het nodig is. Maar ik wil wel, als zij een vliegenmasker nodig heeft, wil ik deze bestellen. Want ik vind deze super fijn. Hij heeft namelijk hier een uitsparing voor de voorpluk. Ja, nou heeft dit paard niet zo'n grote voorpluk. Maar Valentijn bijvoorbeeld wel heel erg. En Nirvana heeft ook een gigantische voorpluk. Dus dan kan je die eruit laten. En ja, de pasmaten zijn gewoon heel groot. Hij gaat van XL tot XS. Dus ja, dan verwacht ik dat een XS, of een extra small, ja, dat is 28 centimeter. Volgens mij is dat standaard Shetland pony. Ik denk dat die Nirvana dan zal passen. En dan heb ik dus een XL voor Valentijn. Maar ja, ik vind ze ook heel fijn, want hier zit dus zo'n vliesrandje. En dan raken ze niet zo, ja, dan krijg je niet zo'n schuurplekken en schuurwondjes. Dus ik vind dit halster, vliegenmasker, vind ik echt ideaal voor het weidenseizoen. Maar ja, ik weet ook niet of ze het echt nodig gaat hebben qua vliegen en zo op de wei. Maar ja, dat is even afwachten en even kijken. En dat was dus de Shetlander shoplog. Vond je dit nou een leuke video? Dan doe even een duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter in de comments. Vergeet ook zeker niet om te abonneren op dit kanaal, want hier ga je dadelijk als eerste de beelden zien van als Nirvana daadwerkelijk bij ons komt. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer. Doei doei!